Hallo, hallo! Wat gezellig dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. En daar is Siem. Het is party time, want we gaan zo naar Happy Italy voor het uitgestelde verjaardagsfeest. En we gaan daar pizza's bakken. Ik ben heel benieuwd, want het is de eerste keer voor jullie ook, toch? Het lijkt wel leuk. Ja, maar jullie hebben nooit eerder feestje gehad, hè? Tenminste, Max was maar één keer, maar toen ging het bakken niet door, toch? Toen was het alleen eten. Ja. Oh, okay. Ja, eten en spelen. Dat is dan... Ja, want dat is wel leuk. Het is wel een leuke tip voor ook voor kleinere kinderen. Ze hebben daar wel een hele leuke speelruimte. Echt best wel een grote ballenbak. Een soort van mini Monkey Town eigenlijk. Ja. Maar goed, ik denk niet dat Siem en zijn vrienden daar nog in gaan. Ik geloof dat er niet in mogen. Nee, het is volgens mij tot 10 jaar of zo, hè? Ja. Zulke grote terreurkinderen. Ah, nee. Ik wil wel gedaan. Siem heeft allemaal hele lieve vrienden, dus... Maar goed, daarna thuis film kijken en ja, dat is het. Dat is het. Ja. Leuk. Ja. Maar we moeten nu dus gaan. We gaan. Ga je even je gasten opvangen voor? Oké. Ze hebben dus ook echt allemaal hele bijzondere pizza's tegenwoordig. Pizza bubble tea. Gewoon row en dan van die frambozenparels, nou. En ik weet mango bubbles. Lijkt het jou lekker, Max? Nee. Maar die wel, met aardbeidjes. Ja, kijk eens wel. Op zich. Shoki, volgens mij krijg je als toetje ook een pizza Nutella, zei die dan. Kijk dit. Een huisje. Een hele goede morgen. Het is zondag en het feest van Siem gisteren was echt mega geslaagd. Het was echt super leuk. Happy Italy is ook echt een aanrader voor een feestje. Je krijgt dus allemaal toppings op de tafel. En dan kreeg ze een leuke pizza in de vorm van een haasje. En die mochten ze zelf helemaal versieren met nou, vleeswaren, ananas, olijfjes. Nou, was heel erg leuk. En ja, toen gingen ze dus toch nog spelen in dat Monkey Town-achtige stukje. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Iemand natuurlijk gezegd van tevoren van, nou, daar zijn we misschien al een beetje te oud voor. Maar ze gingen even rondkijken met z'n allen. En toen waren ze ineens toch daar wel heel leuk aan het spelen. Dus dat was wel heel erg leuk om te zien. Nou, lekker pizza gegeten. Nutella pizza als toetje. Vonden ze ook helemaal lekker allemaal. En daarna dus... film gekeken hier thuis en toen hebben ze nog karaoke gedaan. Dat was ook wel echt heel erg leuk. En allemaal hele leuke, lieve kinderen. Echt het type kinderen waar je er wel 10 van kan hebben of zo. Dat was ook echt in het restaurant echt allemaal ja, heel leuk en gezellig. Dus topavond gehad en zelfs met Siem een beetje plannen gemaakt om dit misschien aan het einde van het jaar, zeg maar als afsluiting van het jaar, nog een keertje te doen. Tenminste dan niet te hebben Italy, maar gewoon hier thuis film kijken en karaoke zingen. Want ze waren eigenlijk nog lang niet uitgezongen, dus dat was wel echt heel erg leuk. En ik kreeg zelf ook helemaal zin om een keer weer naar zo'n karaoke bar te gaan. En ik ga dus in juni met vriendinnen naar Antwerpen. Dus ik had al een beetje zo gekeken of er ook van die... Je hebt dan soms van die bars ook waar ze zo'n karaoke box hebben. Dat leek me dan wel leuk. Waar je dan gewoon zo met z'n allen in kan. Niet in zo'n heel druk feestcafé, zeg maar. Maar gewoon zo'n losse karaoke box. Dus ja, mochten jullie nog Antwerpen tips voor mij hebben of andere leuke dingen. Of dus qua karaoke, let me know. Nou, verder ga ik er vandaag een beetje een chill dagje van maken, denk ik. Ik moet even wat huishoudelijke klusjes doen. Ik ga zo het konijnenhok verschonen. Ik moet even was gaan doen. Ik heb ook een lekkere chill outfit aangedaan. En ja, vanmiddag zouden we weer even burger night doen. Het is nu nog heel lekker weer. Dus ik wilde mijn barbecue even aandoen en misschien nog even een aperolletje drinken. Want gisteren had ik dus ook weer mijn eerste aperol van het seizoen gemaakt. Dat was echt heel erg lekker. Maar nu is de Prosecco natuurlijk open, dus dan moet ik er vanmiddag nog wel eentje nemen.
Nou, ik neem jullie weer zelf mee vandaag. Zo, de was is gedaan. Nu ga ik eens eventjes kijken of het in de tuin warm genoeg is om even nog lekker in het zonnetje te zitten. En dan ga ik zo het konijnenhok schoonmaken. We hadden trouwens de vlindersnuik gesnoeid en voor de konijnen alles neergelegd. Maar ze hebben gewoon in 2 dagen hebben ze dat allemaal opgeknaagd. Niet normaal. Waar zijn ze trouwens? Oh, daar zijn jullie. Hallo. Hi Jip. Ja, het is nog lekker. Ik ga hier lekker even zitten. Ik was er eventjes wat dingetjes op Vinted aan het zetten. En toen ineens dacht ik, ik heb mijn nieuwe jurk helemaal nog niet aangepast. Of nou ja, jurk. Het is dus een losse rok met een top. Ook wel leuk natuurlijk dat je het nog los kan dragen. Maar ik vind het zo bij elkaar wel echt helemaal geweldig. Zulke mooie kleuren. Heel mooi. Die mouwen geeft echt een hele mooie vorm ook. En ja, ik zie mezelf hierin helemaal naar een zomers feestje gaan. Echt heel erg leuk. Of voor op vakantie, voor de avond of zo. Super feestelijk. En ik vind, ja, de kleuren staan ook mooi, vind ik. Echt top. En ik heb dus ook al een leuk idee voor een foto. Want er is ook hier in Groningen straks een hele mooie plek om een blauwe regenfoto te maken. Bij een huis. En dat is helemaal een gevel vol blauwe regen. En dat matcht natuurlijk heel leuk met dat paarsige wat hier ook in zit. Dus ja, als hij zo uit is, dan ga ik daar eventjes een leuke foto maken. Want ja, dat verdient deze jurk wel. Zo, ik ben echt bijzonder onder de indruk van mezelf. Ik heb net gewoon een maaltijd gemaakt. En niet voor vandaag, maar voor morgen. Ik dacht, morgen moet ik weer naar hockey fietsen. Dus zijn we echt laat thuis. En dan heb ik nooit meer zin om te koken. En ik had dus al zo'n maaltijdpakket. Dus ik dacht, nou, als ik nu die saus vast maak, dan hoef ik morgen alleen alles op te warmen. Echt top. Even een schouderklopje voor mezelf. Siem die is ook echt heel goed in zondag, chilldag. Die heeft vandaag echt minder dan 100 stappen gedaan, denk ik. Veel minder. Echt de hele dag lekker met al zijn projectjes bezig. Wat heb je vandaag gedaan? Nou, gewoon eigenlijk, ja, dat. Precies dat. Oh, ja. Nou, lekker. Nou, ik ga nu zo deze video voor jullie editen. En dan gaan we nog even een aflevering van Kees van der Spek kijken. Dat is ook al een beetje een zondagritueel geworden. Dinsdag beginnen een nieuwe aflevering. En het is weer Burger Night. Joost en Max die zijn nu nog eventjes houtskool halen. Maar de burgertjes die liggen al in de koelkast. Dus dat is lekker. Nou, ja. Deze week wordt het volgens mij heel slecht weer. Ik zag dat het voor morgen gewoon onweer en zo is voorspeld. Dat is niet leuk. Dat is wel matig. Nou, we hopen dat jullie het weer leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!